Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups and Down. Liam zit al aan de wafels. Hij heeft ook al gegeten hoor. En dit zijn de wafels die ik gisteren heb gebakken. Ik heb gisteren ook met de appel gebakken. Maar laten we eerst maar eens even gewoon met eentje beginnen. We zijn begonnen met alleen maar gejank hier in huis. Dus... Ik ben er alweer klaar mee. Alleen maar gejank, jank, jank. Och jongens toch. Het is hier toch heerlijk aan het genieten, hè? We zijn heerlijk aan het genieten, hè? Van alle rust hier. Ja! Heerlijke ding! Zo kun je zien dat hij eigenlijk nog geestelijk een babytje is. Hij ligt het liefst gewoon als een babytje te stampen met zijn voetjes. Ja! Wat is dat? Bram en ik die kunnen niet echt slapen. Maar we hebben echt alles geprobeerd. Maar goed, dat dus. Ik ga zo dadelijk fruit maken voor de kinderen. Dakkie, echt waar? Nee. Ja. Ondertussen ben ik zo aan het kriebelen, want daar gaat hij goed op. Laat het los. Laat mijn hand los. Dit is gewoon de Jordi-greep. Krijg je niet los. Ik ben dit met kindjes bezig geweest. En ik heb al met Sam tot 10 geteld. Maar dat is gewoon spontaan gegaan. En ik had mijn telefoon er niet bij. Maar hij kan in het Engels en in het Nederlands tot 10 tellen. Dus doet hij goed. Liam is een beetje boos, want hij mist mensen. Op dit moment. Ik had straks heel even Inge aan de lijn en ja, die mist hij. Dus dat. En Jinte mist hij, Nout mist hij, Jula mist hij. Dus alles en iedereen daar, Emiel. Dus ja, dat. Voor de rest ben ik continu alleen maar luiers aan het verschonen, eten aan het geven en alles erop en eraan. Straks komt Niels alweer thuis. En ik zit nu voor het eerst 6 uur even op de bank. Hoi! Wie is dat? Wie is dat? Dat is Sam! En wie is dat? Wie is dat? Wie is dit? Liam! Liam! Wee! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goed zo. 7, 8. Goed zo. 9, 10. Goed zo. 1, 2. Goed zo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Goed zo. Hij kan het. Alleen hij kan het in het Engels. Het beste. Hij kan het ook in het Nederlands, want hij verstaat mij heel goed. Maar hij kan de woorden niet zo goed in het Nederlands zeggen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goed zo. 7, 8, 9, 10. Goed zo. Nou, hier, jullie horen het.
Hij kan het nog niet super goed, maar hij kan het wel. Bus, goed zo. Goed zo, bus. 6, 7, 6, 7, 8, goed zo. 9, 10, goed zo. Dus ze kunnen het wel, stiekem kunnen ze het wel. Zeg maar daar. Doei, doei, doei. Doei, doei. Doei, doei. Doe maar drukken. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik niet gevlogd, want ik had geen behoefte eraan. Het was gewoon echt even dat. Maar nu is het zondag. En ja, wat gaan we op zondag doen? Sowieso dadelijk ontbijt maken. En jullie zullen denken, waar is Niels? Niels die zit op nummer 100. Is dat Boomba? Boomba. Oh. Bus. Goed zo. Bus. Zachtjes, zachtjes, zachtjes. Niet zo hard. Zachtjes. Oh. Oh. Boomba. Boomba, goed zo. Opa. Boomba. Papa. Boomba, goed zo. En wie is dat? Wie is dat? Boomba! Nee, Liam. Papa zit Edo. Daar. Edo. Ja, papa zit daar. Oké. Edo. Wie is dat? Sam. Ben jij Sam? Wie is dit? Nee. Liam, goed zo. Bus. Dat is een bus. Goed zo. Dan Boomba. Opa. En wie is dit? Appa. Wie is dit? Dat is Lee. Liam. Goed zo. Ja. Liam, goed zo. Opa. Zeg je dag? Zeg je dag? Een van de dingen die Sam heel graag doet als papa thuis is. Ik heb een dekentje bij papa zitten. Papa. Is dat papa? Poppetie. Oh, poppetie. En? George. En? Hij kan ook Peppa zeggen. En wie is dit? Peppa. Peppa. Peppa? Peppa. Peppa. Wat is het dan? En deze? Peppa. Oh, ook die. Als hij echt wil, kan hij heel veel zeggen. Zo ook straks. Mama, hi. Maar daarna heeft hij niks meer gezegd. Mama. You. Pop. You. Get her. Ik ga zo een bite maken. Ik heb geen zin, maar ik ga het wel doen. Wat ik altijd doe als ik een bite maak, dan ga ik alles klaarzetten. Dus de broodjes zitten in de oven. Ik heb de eieren al gekookt. Ik heb zo'n eierkoker ding. Fruit en zo zet ik allemaal klaar voor de kinderen. Dus alles staat klaar. Dus op het moment dat dadelijk de croissantjes klaar zijn, dan kan ik alles gaan opmaken. En dan zijn de croissantjes alweer wat afgekoeld op het moment dat. En meestal is het zo dat op het moment dat ik de borden ga doen, dan gaat Niels alle luiers doen en dan gaan we samen eten. Zitten we tegelijkertijd aan tafel. Zo doen we dat meestal. Dus het makkelijkste wat je maar kan hebben. Dan noemen ze teamwork. Nee, in dit huis is eigenlijk alles teamwork. Alles. Maar dan ook echt alles.
We hoeven eigenlijk ook vrij weinig tegen elkaar te zeggen. Ik zeg alleen dadelijk, als de broodjes klaar zijn, Niels luiers. En dan gaat hij luiers doen. Zo makkelijk kan het zijn. En soms moet je gewoon het niet moeilijk maken voor jezelf. Dus ja, zo werkt dat gewoon hier in huis. Dus ja, dat. En dan is dit het resultaat. Tadaa! Voor de kinderen. En Niels is het relax zondag. Jordi ligt hier. En ja, het is een vreemde plek. Maar hij wil hier liggen. Dus laat hem lekker liggen. Niels zit lekker met Liam en met Sam. En ze hebben het naar hun zin. Ontbijt staat hier nog, want ze snoepen er af en toe nog van. Dus ja, dat. En ik ben boven bezig. De was doen, huishouden, dat soort dingen. Boven heb ik al alles zover klaar. Daar moet ik alleen nog stofzuigen en dweilen. En ik ben mijn was ondertussen aan het doen, et cetera. Niels is nog steeds beneden bij de kinderen. Die vermaakt zich prima. Ik ben op de kamer van Liam. Ja, ik heb die kast al afgedaan. Bed al verschoond, dus dat heb ik allemaal al gedaan. Maar nu moet ik dus deze bende even doen. Heeft helemaal allemaal op de grond gegooid. Ja, laten we er maar aan gaan beginnen, want de kabouters zijn nog steeds niet komen opdagen. Ja. Kamer van Lier moet nog stofzuigen en dweilen, maar hij is zover weer netjes. Nou ga ik naar Jordi's kamer toe, want Niels is natuurlijk aan het klussen geweest. Dus dan moet ik heel even anders zetten. Met Jordi zijn bed even verschonen. Dit komt van Liam's kamer af. Maar ik heb daar heb ik ook nog bakken staan. En ik heb hier nog toetoetauto's staan. Dus hij is nu op dit moment heel veel met autootjes en dat soort dingen bezig. Ik ga toetoetauto's naar Liam's kamer verplaatsen. Zodat hij weer even iets nieuws heeft. Dit is nooit echt bij de kruidvat te krijgen. Maar nou was het weer even krijgbaar. Dus ik heb gelijk 10 dozen besteld. Dus die ga ik ook allemaal even opruimen. Er zijn ook dingen die weg kunnen. Dat soort dingen allemaal. Dus ja, ik ben hier ook nog wel even zoet. Ja, dit doet je als je weer druk bezig bent. Gaat alles voor je neus zitten. Maar goed.
Dit is in zoverre ook opgeruimd. Hier kan ik vrij weinig mee, maar als ik stofzuig gaat het allemaal op één hoopje en succes. Dat. Deze kamer. En nee, die bende heb ik niet gemaakt. Die heeft Sam gemaakt. Eerst ga ik even het bed doen, zodat ik alles daarop kan zetten en op kan ruimen. En dan zien we wel weer verder. Ik heb nou net alles gestofzuigd en op zolder heb ik alles al gedweld. Ik ga nu op Sam's kamer dweilen. En dan vind ik het wel weer gescheten. Nou ja, ik moet de was niet doen. Ja, dat moet ook gebeuren. Maar dan heb ik het in ieder geval weer allemaal schoon. De douche ga ik vandaag niet doen. Die heb ik afgelopen woensdag gedaan. En ik vind het wel prima om dat gewoon één keer in de week te doen. En op het moment dat er iemand poep of plast in de douche, dan doe ik op dat moment dat gedeelte gewoon af. Want ik ben kapot. Ik ben uren al bezig geweest boven met opruimen en alles erop. En dan ben ik eigenlijk nog niet klaar. Want als ik daar de kamers goed ga zetten, dan moet ik ook voor Liam even de toetoetautobanen weer in elkaar zetten. Want anders dan lukt dat niet en dan kijkt hij er nog niet naar om. Dus wat. Ik heb ook het idee dat ik ziek aan het worden ben. Gewoon verkouden, zeg maar, keelpijn. Ik heb het idee dat mijn neus vol komt te zitten en daar hou ik niet zo van. Dus ja, we gaan zien hoe dat loopt. En als het zo is, dan hoop ik dat ik er gauw vanaf ben. Zo. De boel staat weer helemaal op zijn plek. Bij Jordi ook. Tadaa. En bij onze Sammy ook. Staat ook alles weer op zijn plek. Dus dat. Boven op zolder heb ik ook alles weer op zijn plek staan. En dan is dat. Check. Kunnen we de week weer fris beginnen wat dat betreft. Ik heb nog wel was die ik moet opvouwen. Maar ja, dat kan ook nog vandaag of morgen. We zien het wel. Wat hebben we allemaal nog gedaan? De kinderen naar bed gebracht. Opgeruimd. Gegeten. Ik moet nog daar brood smeren voor jou en Jordi. En we moeten daar nog een film kijken. Ook dat nog. Maar ja, we gaan dus niet veel bijzonders meer doen. Dus wat gaan we doen? Afsluiten. Yes. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.